Welkom, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij Tails steken uit de Sonic-series. So, let's go! We beginnen met het hoofd van Tails. Met een ovaal. Daarna tekenen we de hulplijnen. En onder zijn hoofd tekenen we zijn lichaam. Daarna tekenen we de vorm van zijn handen. Dan tekenen we de andere hand. En we tekenen een ovaal voor zijn hand. Dan tekenen we zijn voeten. En dan tekenen we de vorm van zijn schoenen. Daarna tekenen we de vorm van de staart. Tails heeft twee staarten, dus we tekenen daarna tekenen we de oren van Tails. Dan tekenen we de ogen. En dan tekenen we hier een boogje. En dat boogje trekken we helemaal tot hier. En dan tekenen we zijn vacht. Dat doen we bij de andere kant ook. 1, 2, 3, 4. En dan verbinden we dat met elkaar. Tails heeft ook een neus, zoals elke dier en mens. En zijn neus is wat hoeken. Klein beetje afgerond. En daarna tekenen we zijn mond. Daarna tekenen we de oren af. Dit is de binnenkant van de oor. En nu tekenen we de buitenkant van het oor. En om wat dimensie te geven aan de binnenkant tekenen we een hoekje. En Tails heeft ook 3 plukjes haar. Nu, de makkelijke manier om dit te doen is eigenlijk om een lange boog te maken en zo. Dan tekenen we 1, 2, 3. We tekenen de andere binnenkant van de oor. Daarna tekenen we de vacht nog een keer. Dus hij heeft vacht op zijn gezicht, maar ook vacht op zijn buikje. We tekenen hier de eerste deel van de handschoen. We zien niet de volledige hand, omdat de volledige hand achter zijn rug zit. En daarna tekenen we deze arm. We tekenen hier
eerste deel van de handschoen. En hij heeft de één vinger omhoog. En de andere zit hier verborgen. En de duim zit hier. Dus wat doen we? We tekenen de duim. De lange vinger. En daarna vormen we even de buik goed. En daarna kunnen we naar de benen gaan. Nu is dezelfde manier als deze. We tekenen de eerste deel van de voet. Of ja, de schoen tekenen de vorm af van de schoen. En hier heeft hij nog een voetzool. We tekenen de andere kant. We tekenen de staart af. Daarna zijn pupillen. En als laatste tekenen we onze handtekening op de tekening. En zo teken je Tails uit de Sonic Hedgehog series. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer zeker op mijn kanaal. Laat zeker reactie achter onder in deze video. En dan zie ik jullie in een volgende tekenvideo. Daag!